Haagse honden, Saassen en lelijke honden. Maar Samson, ja Samson. Wat is het hier zalig stil. Oh, net op tijd. Oh, wat een geluk dat jij hier bent, Albertootje. Hm? Weet je wat? Omdat je mij zo goed hebt geholpen, krijg jij jouw frietjes gratis. Vroeg jou of mijn frietjes nog niet klaar zijn. Frietjes gratis. Gratis frietjes. Frietjes gratis. Gratis frietjes. Frietjes gratis. Gratis frietjes. Wel, ik was in een boekje aan het kijken over... Fridaatje. Dat zou net hetzelfde zijn als Samson een boek zou lezen over de stierf. Ah, Samson zalig, hè. Ja, maar Geertje, wat zullen wij dan zo'n beetje doen op die bruine... Zo'n dag helemaal niets doen? Ja, dit is zo'n echte lui lekker dag. Als ze niet op onze deur komen rammen. Hm? Ah. Hallo met Samson. Maar toch ook met Geertje. En ook met Osmas. Ah. Hek een eiland. Hé? Nee, natuurlijk. Hek een eiland. Hier heeft niet wat gezocht. Niet blij. Heel blij, eiland. Ja, geweldig. Laat ze maar komen. Samson, dit is een ramp. Ja, maar Geertje, waarom is dat eigenlijk zo een kramp? Een ramp, Samson. Ja. Dat is niet erg, maar... Het is niet één kindje. Het zijn baby's. Je bent er zelf nog één. Lap, daar heb je de eerste moeder al. Ja. Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Ja, dag mevrouw. Van harte welkom bij Favio. Het werkt niet af. Het is niet af. Voilà, dit is Remy. Gaan jullie goed voor hem zorgen? Ik kom hem vanavond weer ophalen. Ja, ja, u kunt erop rekenen, mevrouw. Ja, lap zeg. Komen ze mij nu weer storen? Lap zeg. Burgemeester. Oh. Nee. Dat is goed. Waarmee kan ik je helpen? Wel, ik zou graag een babytje. Wat? Een baby? Grappig, hè? Trouwens, die baby is niet voor mij. Het is voor Fridaatje. Wat? Wil baby een kroket? Als ik haar een frietje bezorg, hè, dan krijg ik heel mijn leven gratis babybus. Gratis? Oh, Vermeers, ik denk dat ik je kan helpen. Ah ja? Ja, maar dan moet jij wel... Oh, zeg. Niet dan? Nou, goed dan, hè. Oh, ja. Juist, Vermeers. Ja, even kijken, hè. Ah, hier. Ah ja, natuurlijk. De Travior. Travior. Ja, Vermeers, zeg. Je weet toch wel, hè? Ja, natuurlijk, hè. De Travior. Ja, natuurlijk. Dat is precies wat ik ga doen. Ja. Oh, Samson en Gert zijn vandaag een dagje op bezoek bij de baby's. Daar kan u vandaag terecht. Dag. Wacht eens even. Niet vergeten, hè. Natuurlijk niet, burgemeester. Allee, boven is alles rustig en hier, nee, Stuwin heeft ook lekker gegeten, hè? Ja. Ah. Oh, Geertje, die Remy is zo'n beetje heel onderbeleefd zo. Ah nee, Samson, hij is niet onbeleefd. Nee, babytjes moeten altijd een boertje laten nadat ze hun melkje hebben gedronken. Ja. Ga maar zitten, jongen. Zo. Samson, hè.
alles is weer helemaal rustig. Wat zeg je? Maar nu zijn ze allemaal weer wakker zo, Gertje. Toch niet, weg. Gertje, Gertje. Dat kindje dat zo in een stoeltje op de tafel zat, hè, dat is weg zo. Dan weet ik al wat er gebeurd is. Ja. Dat babytje is helemaal alleen naar buiten gestapt om een wandelingetje te gaan maken. Ja, zo. Ah, het is goed, Samson. Wat zeg je? Hij is toch streng. Oh, is dat onze baby? Ja, dat is ons babytje, Frida. Voorzichtig, hè. Ja. Zeg, krijg ik nu mijn eerste gratis pakje frietje? Hier zijn je frietjes, Albertootje. Oh, dankjewel, Fridatje, want ik heb een reuze honger. Oh. Oh, Verneers. Oh, het is je gelukt. En heb je ook al frietjes gekregen? Frida is ze gaan halen. Dat kan jij mee eten, en burgemeester. Yes. Oh, Verneers. Je begrijpt er niets van, hè? Ah, Franjesmaals. Vreemdes. Vermeers. Slaap. Lap, je hebt gelijk. Nee, is niet meer. Is weg. Samson is niet meer. Is verdwenen. Hoe kan dat nu? En wat moeten we nu toch doen? Oh, Gertje, ik denk zo stil in mijn hoofd, hè. Ja. Oh, Lap, dat ook nog. Ja. Ja, ik moest kloppen. Oh. Ja, ik moest kloppen. Oh. Hopelijk zo'n... Want de bel doet het niet. Zeg, gooi jij voor iedereen die aanklopt meteen weer de deur voor hun neus dicht? Ja, ja, allee, tot straks. Dag, mevrouw. Tot straks dan. Dan ga ik eerst even boodschappen doen. Ja, dat is goed. Samson, wat moeten we nu toch doen? Wacht eens even. Ik denk dat ik iets weet. Drinkt u maar eens lekker wat, hè? Ik heb helemaal geen dorst. U heeft wel dorst, maar u weet het zelf nog niet, hè? Ja, drink maar wat. Ja, da, tot zo meteen, hè? Samson en Gert? Ja, nu moet ik gewoon de politie verwittigen. Lap, wie is dat nu weer? Oh, nu is het genoeg. Ik kan niet langer wachten. Ik denk dat jij een en ander uit te leggen hebt, Albert. Ten eerste is... Ten tweede en ten tweede... Gertje, jij is weg.